Dit is de uitschuifkraan. Hij heeft uitschuifbare armen met vaste richtingen. We beschouwen een model met twee armen, wat opgesteld is in een tweedimensionale setting. De coördinaten van het eindpunt worden beschreven in dit assenstelsel. Terwijl de kraan met zuiger van Toolbox 1 opgesteld stond in de realiteit, zullen we de uitschuifkranen van deze toolbox meestal opstellen bij de wiskundige voorstellingen. De hoofdrol in deze toolbox wordt immers gespeeld door matrices die we terugvinden bij de formules. De nieuwe kraan en enkele varianten brengen hun eigenschappen in beeld. Een matrix is een rechthoekig rooster van getallen. Op dit rooster van getallen kunnen we berekeningen uitvoeren om eigenschappen van de matrix af te leiden of om de matrix zijn rol te laten spelen in een of andere setting. Soms stelt de matrix niet meer voor dan een stel vectoren die we aan elkaar geplakt hebben als kolommen of als rijen. Maar matrices spelen pas echt een glansrol wanneer ze operaties voorstellen. We beschouwen straks vooral lineaire operaties, maar onthoud alvast dat er ook andere mogelijkheden zijn. Hoe brengt de tweearmige kraan dit in beeld? De uitschuifbare kraanarmen zijn veelvouden van de vectoren AC en BD. De schaalfactoren U en V van beide armen kunnen we besturen met twee schuifknoppen. De positie XI van het uiteinde van de kraan is dan een lineaire combinatie van AC en bt. Of in matrixnotatie ziet dat er zo uit. Om ook UV als een vector weer te geven, zetten we de schuifknop V verticaal. We kunnen ook kiezen voor het comfort van een tweedimensionale schuifknop en rechtstreeks het punt UV besturen. De kraan realiseert nu een lineaire transformatie die een invoervector uv afbeeldt op de uitvoervector xi. De invoervector kunnen we besturen, het eindpunt van de kraan laat de uitvoer zien. Wanneer de kraan niet opgesteld staat in de oorsprong, maar in een punt PQ, spreekt men van een affine transformatie. In formules ziet dat er zo uit. Soms tekenen we ook de tweede vector vanuit de oorsprong. En omdat we ook geïnteresseerd zijn in negatieve waarden van u en v, laten we de kraan vaak gewoon weg. Maar van zodra hij kan helpen, roepen we hem terug op en we blijven gemakshalve spreken over de kraanarmen. Om een zicht te krijgen op het effect van een lineaire transformatie, tekenen we lijnen van gelijke u of v. Wanneer de tweedimensionale schuifknop uv een baan volgt door het rooster links, volgt het punt xy... De overeenkomstige baan in het scheve rooster rechts. Het is alsof de lineaire transformatie de tweedimensionale invoerruimte scheefringt, maar rechte lijnen blijven recht. Elke rechte kan wel een schaling ondergaan met een schaalfactor die verschilt van rechte tot rechte. Dit typeert lineaire en affine transformaties. Door de kraanarmen anders op te stellen krijgen we andere transformaties. Die de invoerruimte op een andere manier scheef ringen. Maar voor we daarop ingaan, zoomen we nog even in op de determinant van een 2x2-matrix. De determinant van de matrix ABCD wordt berekend volgens deze eenvoudige formule. Voor een lineaire transformatie geeft dit getal de schaalfactor voor oppervlaktes, soms met een minteken, maar daar gaan we straks op in. Je kan de 2x2-determinant ook zien als een eigenschap van twee vectoren. De formule berekent dan de oppervlakte van een parallelogram dat als volgt wordt gevormd. Maar ditzelfde parallelogram vinden we ook terug in de uitvoerruimte van onze lineaire transformatie. Het vormt het beeld van dit vierkant met oppervlakte 1 in de invoerruimte. Maar omdat alle vierkante cellen van een willekeurig fijn rooster. Als even grote parallelogrammetjes wordt de oppervlakte van om het even welk gebied met diezelfde factor geschaald. In toolbox 1 werkt u reeds met een rotatiematrix. Hierbij zijn AC en BD loodrechte eenheidsvectoren. De uitvoer is een geroteerde versie van de invoer. De schaalfactor is 1, de determinant is 1. Merk op dat de draaisin van AC naar BD in dezelfde richting verloopt als de draaisin van de x-as naar de y-as. Wanneer we dit omkeren, voert de operatie ook een bijkomende spiegeling uit. De determinant is nu negatief. Ook wanneer we AC en BD een willekeurig parallelogram laten vormen, blijft het teken van de determinant aangeven of de draaisin van AC naar BD overeenkomt met de draaisin van het assenstelsel. Wanneer AC en BD in elkaars verlengde komen te staan, Doet zich een belangrijke uitzonderingssituatie voor. Voor vierkante matrices komt dit overeen met determinant 0. We komen hier nog op terug.